Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is zaterdag en het is zaterdagavond. Het is namelijk, volgens mij is het precies 8 uur. Ik heb een horloge om, even checken. Het is 1 over 8. Net te laat, jammer. Het is dus 8 uur en ik heb van 5 uur tot 8 uur, of half van 5 tot half 8 heb ik geslapen. Omdat ik super moe was. Ik werd namelijk vanmorgen wakker en toen dacht ik, ik voel me niet helemaal lekker. Voelde ik me ook niet, voel ik me nu nog niet helemaal. Ik heb het idee dat ik een beetje griep of iets begin te krijgen, want ik ben verkouden en ik hoest heel veel. En ik heb het alleen maar koud. Ik heb nu gewoon mijn eigen kleding nog steeds aan, maar ik heb mijn badjas erover aan omdat ik het super koud heb. Ik heb ook in mijn badjas geslapen. Dus iets klopt daar niet helemaal aan. Er zijn een paar dingetjes gedaan vandaag. Allereerst, mijn gitaar hangt aan de muur. Met de gitaarsteun, super blij mee. En ik heb een lichtsnoer zo gespannen. Dit is wel leuk, gezellig. Dan zijn er platen boven mijn kast geplaatst. En hier zijn andere platen. Zodat het allemaal netjes dicht is. Dus dat is heel erg fijn. Ik heb hier een telefoonsteun opgehangen. Zo'n soort ding wat je ook in de auto hangt. Maar dan heb ik hem hier aan mijn spiegel gehangen. Zodat mijn telefoon hier dan tussen geklemd kan worden. Zo. En dan kan ik dus gewoon bellen of dingen doen terwijl mijn telefoon dus gewoon eraan hangt. En dan hoef ik niet elke keer moeilijk te doen en het te pakken en zo. Ik heb trouwens om 3:45 avond gegeten. Dus niet dat je denkt van moet je niet avond eten. Ja, ik moet avond eten. Maar ik heb niet geluncht, dus ik ging pas om 3:45 eten. En ik hoef nu echt niet heel erg specifiek eten ofzo. Ik ga deze lichtjes even uitzetten. Want anders dan is die straks leeg. En ik ga even plassen, want ik moet nodig plassen. Dus ik ben zo terug. Dus ja, er zijn eigenlijk wel een aantal veranderingen. Oh ja, en ik heb vandaag een vloerkleed gehaald. En 2 BH's, maar die 2 BH's boeien niet echt. Ik heb er één aan. Ik heb dit vloerkleedje gehaald bij de Primark. Ik was er super langer op zoek naar zo'n vloerkleed. En ik heb er nu eindelijk eentje, dus daar ben ik heel erg blij mee. Want ik had zo'n heel klein rond vloerkleedje, maar dat werkte echt niet hier. En ik dacht, ik zag deze liggen, hij is een beetje blauwig. En ik dacht, oh, die is wel heel erg tof. Dus ik dacht, ik ga deze doen. En hij is lekker zacht, dus daar ben ik ook blij mee. Ik ga zo mijn was opruimen. Ik ben even een video aan het kijken. En een beetje aan het hangen deze dag, echt. Ik doe serieus, maar echt serieus, bijna niks. Echt bijna niks. Het is ergens heel lekker. Het is ergens ook niet zo lekker. Het enige wat ik wel heel veel doe de laatste paar dagen is drinken. Dat vind ik toch wel ook een beetje ergens apart. Want ik drink nooit zo heel erg veel. Tenminste, ik drink wel veel. Maar het is nu echt dat ik continu dorst heb. Dus dat is wel gek. Maar ja, in ieder geval. Ik ga mijn bordje naar beneden brengen. Want die staat er nog. Ik heb hier middag slash avond gegeten. Dus die ga ik zo naar beneden brengen. En dan... ga ik denk ik zo even douchen of zo. Gewoon even lekker onder de douche. En daarna gewoon lekker mijn pyjama aan. Lekker relaxed. Ik denk dat me dat wel even goed doet. Goed. Ik heb al mijn kleding in mijn handen om lekker te gaan douchen. Ik heb een ondergoedbak leeggegooid. Want ik heb de laatste tijd alles daarin gepropt. Dus ik ga dit zo allemaal even uitzoeken als ik klaar ben met douchen. Maar ik ga eerst even lekker onder de douche stappen. Dus ik zie jullie als ik klaar ben. Goed, ik heb er net lekker gedoucht. Ik heb net nog wat gedronken. Het is 12:30 s'nachts. En ik ben nog wakker. Ik ben mijn MacBook aan het updaten. Kijk. Het is bijna 12:30. Ik ben gewoon al wakker. Met mijn MacBook bezig. Daar hadden ze een beetje mee te updaten en zo. Ben ik wel blij mee. Ik ga even alles instellen. En als dat klaar is, dan ga ik lekker slapen. En dan ga ik morgen gewoon verder. Morgen gaat mijn oma trouwens mijn haar verven. Ik heb haar een appje gestuurd deze avond. Vraag ze tijd had. Dat had ze. Ze stop. Dus daar ga ik morgen heen. Top. Ik ga dit even afmaken en dan ga ik slapen. Goedemorgen. Het is 8:30. Iedereen wordt langzaam wakker zo te horen. Ik heb een wekker gezet.
Ik ga even koffie drinken en dan ga ik verder met mijn MacBook waar ik gisteren mee bezig was. Want die is dus nog steeds aan het updaten. Koffie is op. Mijn MacBook is nog steeds niet helemaal aan het doen wat ik moet doen. Tenminste, ik kan geen iMovie meer downloaden. Ik heb hem teruggezet naar fabriekinstelling. Maar ik moet dus iMovie downloaden om te kunnen editen. Maar, klein dingetje. Hij wil deze iMovie niet accepteren als ik geen bepaalde versie heb op mijn laptop staan. En die versie kan ik niet downloaden. Dus nu... Oh, hij is aan het downloaden. Nu, ik heb nu volgens mij via Apple Store online gekocht. In de hoop dat dat wel werkt. Maar ik sta nu voor mijn kledingkast. Ik ga kleding uitzoeken. Een BH. Goeie vraag. Wat ga ik aan doen vandaag? Ze hadden hier. Ik zag hier iets hangen. Dit shirt heb ik bij Primark vandaan. Misschien dat ik dit wel aandoe. Vandaag. Dit is echt leuk. Dat doe ik aan. Ik had volgens mij nog een shirtje bij Primark gekocht, maar ik weet dan even niet waar die is. De afgelopen keer heb ik 2 shirtjes gekocht, als het goed is. 2 of 3 shirtjes. Maar goed, die doe ik aan. Delete the drama. En dan denk ik een zwarte broek. Gewoon helemaal zwart. En dan een heel shirtje op. Alhoewel, ik ga mijn haar verven. Nou, ik kan het vestje dichtritsen, dus nou, dat is geen probleem. Even kijken hoor, zwarte broek. En dan wil ik deze high waist. Die zit het lekkerste. Dus top. Dus dat ga ik even aandoen en natuurlijk even wassen. Oké, ik ben inmiddels klaar. Alles mee is op en aan. Maar het stormt echt hard. Echt heel erg hard. De wind, dat maakt het gewoon heel erg kloppen. Oh, ik heb gewoon traanogen. Man. Oh my. Oh. Ik heb gewoon traanogen. Jemig. Geverfd. Je ziet het alleen nog niet zo heel erg goed. Maar ja, je kan het wel volgens mij een klein beetje zien. Ik moet nog echt drogen, het is nog heel erg nat. Maar door al het geverf is mijn make-up helemaal uitgelopen. Dus dat ga ik er even afhalen. Met een make-up pakje. Ziet er niet uit. Helemaal voor niks make-up gedaan vanmorgen. Maar geef niet. Het zit zelfs op mijn gezicht. De verfdruppel zit er gewoon in mijn gezicht. Zo.
dat is dat. Mijn haar even kammen. Spul staan. Ik haal er altijd een beetje uit zodat er niet te veel in mijn haar zit. En ik doe alles even helemaal naar achter kammen. Maar dat ziet er ook wel leuk uit. Alleen hier zit een grote vlek. Dat is echt heel erg jammer. Maar joh. Dat geeft niks. Mijn haar waait zo waarschijnlijk toch helemaal door de war als ik buiten ben. Zo. Beetje deze nog weg zien te halen met een beetje olie of iets. En dan zijn we klaar, is mijn haar geverfd en ga ik zo weer terug naar huis. Ik ben weer thuis. En ik ga even op mijn laptop, mijn MacBook, te kijken of er nu al iets werkt. Want toen ik vanmorgen wegging, deed het nog steeds niet, helaas. Dus dat vind ik wel jammer. Dus ik ga nu kijken of het hopelijk wel doet. Ik ben benieuwd. Mijn haar is trouwens geverfd. Nu kan je wel een beetje een gloed erover zien. Super blij mee. Echt, ik blijf er nog steeds de leukste verf vinden die er is. Hij is zwart, maar hij heeft gewoon echt een blauwe gloed erop zitten. Helemaal blij mee. Ik ga even mijn laptop checken. Goed, ik ben super blij, want alles is gelukt en heeft gewerkt. En ik heb het editprogramma en de laptop aan de praat gekregen, wat hartstikke mooi is. Ik ga nu ook gelijk de vlog afsluiten. Het is niet zo heel erg laat. Het is, hoe laat is het? 4:15. Ik ga nu de vlog editen en gelijk uploaden voor komende woensdag. En dan begin ik zometeen denk ik ook gelijk de nieuwe weekvlog. Misschien wel leuk om te doen. Of ik ga nog een paar andere video's opnemen. Ik heb tenslotte alle tijd. Dus dat was het jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!